Mijn naam is Sylvia Dumont en ik werk bij het RAG als medewerker educatie. We kennen briefhoofden vanaf het midden van de 19e eeuw, toen het aantal winkels toenam en de drukkosten daalden. Winkeliers en bedrijven lieten briefpapier maken met een gedrukt opschrift bovenaan het papier, het briefhoofd genaamd. Ze konden zich hiermee onderscheiden van de concurrent. Voortaan werden hier de nota's en kwitanties opgeschreven. Het opschrift bestond uit de zakelijke gegevens zoals naam van het bedrijf, het adres en de te verhandelen producten. Je maakte als bedrijf echt indruk als ook een tekening van het fabrieksgebouw of van de te verkopen waren te zien was. In het briefhoofd kan ook een oprichtingsdatum of eventueel behaalde prijzen van het bedrijf staan. Aan het gebruikte lettertype is meestal te herleiden uit welke periode het ontwerp dateert. Het zal duidelijk zijn dat briefhoofden zo een schat van gegevens opleveren voor onderzoekers naar de geschiedenis van het bedrijfsleven en de middenstand.